onze wekelijkse Working Wonder Table Talks hebben we ook altijd nog de ruimte voor highlights met onze tafelgasten. En op dit moment zit ik hier met Jackie Bressy, auteur van het boek Advancing Authentic Confidence Through Emotional Flexibility. Momenteel in het Engels al verschenen en in oktober komt deze in het Nederlands uit. Daarnaast is zij ook gastprofessor en L&D director bij McKinsey. Jackie, welkom. Dankjewel, leuk hier te zijn. Ja, je boek Authentic Confidence, daar ben je ruime tijd mee bezig al. Dat is jouw onderzoeksveld. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Waarom begeef je je daarin? Nou, het is eigenlijk begonnen met mijn eigen reis. Ik heb ik noem dat nu een zelfvertrouwencrisis gehad, jaren geleden. En toen ben ik op reis gegaan om te ontdekken, wat is nou eigenlijk zelfvertrouwen en waarom gebeurt dit? Want het was voor mij enorm pijnlijk. Mm-hmm. Ik heb er ook een TED-talk over gedaan. En gaande die reis, omdat ik er zelf dus mee aan de slag wilde, heb ik ook ontdekt dat het gigantisch belangrijk is. Niet alleen in de tijd dat ik toen al ermee bezig was, maar dat het steeds belangrijker wordt. Omdat, ik noem het authentiek zelfvertrouwen. Wat er eigenlijk om gaat, is dat je leert comfortabel te worden met ongemak. Je komt, dat het erom gaat dat als je in nieuwe situaties en in nieuwe omgevingen zit, dan kan je onzeker worden. Dat mm-hmm. weten we ook van onderzoek. Op het moment dat je wat minder veilig voelt, je gaat uit of je comfortzone, kan je onzeker voelen, ga je minder goed presteren mogelijk. En als het heel erg wordt, kan je er zelfs ook ziek van worden. Omdat we nu in een wereld zitten die continu aan het veranderen is en dat eigenlijk accelereert. Ja. Hè, dat heb je de afgelopen maanden ook al gezien. Een pandemie kan ervoor zorgen dat het nog eens een keer extra hard gaat. Zeker. En wie weet waar we allemaal nog mee te maken krijgen. En we zitten al in de age of adaptability. En we zitten al on top, ja. Dus alles bij elkaar is het heel belangrijk dat je wel leert om hiermee om te gaan. Want door al die ontwikkelingen zullen banen heel snel gaan veranderen, omgevingen waarin we werken veranderen. Er zijn verschillende onderzoeken die ook aangeven, misschien gaat dat nog wel sneller, maar in 2030 is al een heel groot deel van de huidige banen bestaat niet meer. Een heel groot deel van de banen die nu wel bestaan, dan nog bestaan, zijn enorm veranderd. Dus je ontkomt er niet aan dat je nieuwe dingen moet gaan leren. Dat je moet leren adaptable te worden. En dan ga je dus uit je comfortzone, dan zul je dus onzekerheid krijgen. Daar zul je mee te maken krijgen. En als je dan niet leert daarmee om te gaan, nou ja, dan kan je niet mee met die ontwikkeling. Of je krijgt daar last van. En je kan er ook, dus wat, zoals ik al, als je te veel stress krijgt, daardoor mm-hmm. ook ziek te worden. En dat is onnodig als je leert ermee om te gaan. Dus, ja, je hebt zo'n mooi beeld waarin je dan een stip in een grote cirkel hebt staan, waar dan omheen staat comfort zone en dan een ander beeld daarbuiten, this is where the magic happens. Hè? Dat gebeurt buiten je comfortzone. Ja. Jij geeft aan, hè, mensen kunnen dat leren daarmee om te gaan, leren ook met die onzekerheid om te gaan. Wat zijn een aantal tips of adviezen die je daarin kan geven om meer adaptable te zijn eigenlijk? Ja, nou, aan de ene kant, wat heel belangrijk wat de basis is, dat je ook leert eigenlijk wat gebeurt er nou fysiologisch in mijn lichaam. Als ik onzeker ben, als ik me niet veilig voel, wat gebeurt er in mijn hersenen, wat gebeurt er in mijn lichaam? Nou, dat is één ding. Ja. Als je dat leert, kun je het ook leren herkennen. En als je weet dat je dus, terwijl je out of your comfortzone gaat, in een stresszone terechtkomt, of we noemen dat ook protection zone. Mm-hmm. En dat betekent dat je hersenen een bepaalde reactie, dat er een bepaalde reactie komt en wat dan ook lichamelijk effect heeft. Dan kan je door het te herkennen actie ondernemen. Nou, een aantal dingen zijn heel belangrijk en dat omschrijven. We hebben een hele toolkit ook in het boek zitten. Is dat je weet dat je goed voor jezelf moet zorgen, dat je voldoende slaapt, dat je gezond eet, dat je ook sport. Dat is je basis, want dat heeft allemaal impact op hoe je je voelt en hoe je reageert. Een aantal andere simpele tips is leren hoe je goed kan ademhalen. Als je op een goede manier ademhaalt vanuit je buik, diep ademhalen, dat kun je ook on the spot doen als je onder stress staat of onzeker wordt. Dan activeer je je parasympathische nervous system, wat er ook weer voor zorgt dat je beter toegang hebt tot het deel van de hersenen waar je scherper mee kunt denken en dat je jezelf kalmeert. Een aantal andere tips is dat je kan voice technieken leren. Je kan leren hoe ga ik met mijn stem om. Dat heeft dan ook weer te maken met de impact op je lichaam. En je kan leren
we hebben er net ook over gesproken, angst in beter in de ogen te kijken. Mm-hmm. Dus een andere mindset creëren rondom nieuwe dingen leren of fouten maken. Als je in plaats van naar een fout kijkt van nou, dat ik ben slecht, of je identificeert met een fout als ik ben slecht en ik ben niet goed genoeg, dan is het lastiger om je zelfvertrouwen vast te houden dan als je zegt van hé, dit is interessant. Ik heb nu een fout gemaakt, wat kan ik ervan leren? Hoe kan ik beter worden? Ik zal er nog één noemen, maar we hebben er zoveel in het boek zitten. Maar een hele belangrijke die heel erg powerful kan zijn, is nieuwsgierigheid. Curiosity. Nieuwsgierigheid gebruiken om eigenlijk in het moment te blijven. In plaats van heel erg met jezelf aan de gang gaan wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Nieuwsgierig bezig gaan met waar je mee bezig bent. Dat doet ook iets in je hersenen. En dat is gewoon een simpele truc wat je wat opener houdt. Je hebt het dan nu eigenlijk heel erg over het individu. Dat is ook een belangrijk deel in jouw onderzoek natuurlijk. Maar als je dan kijkt naar age of adaptability, bedrijven die ook mee moeten gaan, zich moeten aanpassen, transformaties doorgaan, te maken krijgen met disruptive competition. Daar in eerste instantie van denken van nou, dat gaat mij er niet onder krijgen. En vervolgens de booking.coms die daar toch een verandering in teweeg brengen. Hoe kunnen bedrijven daarin meegaan? En wat is de rol die zij hebben om eigenlijk die ruimte te geven aan dat authentiek zelfvertrouwen? Ja, er zijn natuurlijk zoveel factoren die ervoor zorgen dat een bedrijf de goede kant op gaat of niet. Maar als je kijkt naar mijn vakgebied, er zijn een aantal dingen die je kan doen. Dat is aan de ene kant een cultuur creëren waar mensen de ruimte krijgen om fouten te maken. Mm-hmm. Ook dat heeft natuurlijk wel zijn limieten. Hè. Werk je in de gezondheidszorg, dan is een fout maken iets cruciaals. Kan fataal zijn, maar je kan een hele hoop doen door ruimte te creëren waar je fouten kan maken, maar ook waar je op een andere manier met elkaar kunt leren. Veiligheid creëren in je cultuur. Psychologische veiligheid is zo'n term die nu heel veel genoemd wordt. Dat betekent dat mensen, als ze zich psychologisch veilig voelen, dat ze zichzelf kunnen zijn en dat er geen repercussies zijn voor de dingen die ze zeggen of de dingen die ze misschien willen zijn als mens of voor de dingen die ze benoemen. En op het moment dat jij je psychologisch veiliger voelt in de werkomgeving, kan je ook veel beter tot je recht komen. Maar het betekent ook dat mensen veel meer geneigd zijn om hun hand op te steken als ze denken iets te zien wat ik net ook noemde. Ja. Als je denkt dat er iets niet goed gaat, want je ziet toch allemaal, jij ziet mij vanuit een bepaald blikveld, ik zie jou vanuit een, we kijken allemaal door andere lenzen en we hebben allemaal blind spots. En als je die ruimte creëert om iedereen zijn zegje te laten doen en dat open daar te laten zijn, dan kan je ook veel meer dingen creëren. Er moet eigenlijk ook meer ruimte komen überhaupt voor het individu. En is dat iets wat je, wat nieuwe bedrijven, we zien natuurlijk in de laatste 10, 20 jaar echt grote nieuwe bedrijven ontstaan. Ik heb zelf het idee dat het een lange tijd wat meer stil heeft gestaan. En dat er gewoon de instituten waren die er waren. En er was MKB, maar nog niet heel veel ertussenin. En daar ontstaat een nieuwe groep. Mm-hmm. Die vanaf het eerste moment al zeggen, wij werken aan een company culture. En wij willen daar bepaalde keuzes vooraf al in maken. Zie je dat die het dan ook, dat het daar beter gaat misschien? Of is dat? Als je het in de wortels van je nieuwe bedrijf meteen al inbrengt, is het makkelijker om dat te creëren dan een transformatie teweeg te brengen. Dat is natuurlijk, een verandering is, er zijn heel veel mensen in gespecialiseerd, dat is een moeilijk vakgebied. En in bestaande bedrijven dat transformeren daarbij hebben leiders gewoon een hele belangrijke rol. Dat wordt wel eens onderschat, want als leiders ben je gewoon enorm zichtbaar. Maar ik denk daarnaast, wat we nog niet genoemd hebben, is het continu leren en ontwikkelen. Het vakgebied leren en ontwikkelen. Blijven stimuleren en hoe breng je dat in? Ik heb het niet alleen over het leren van een nieuwe cursus, maar ook in een feedbackcultuur creëren. Op het moment dat je samenwerkt met mensen en je geeft feedback op functioneren, hoe doe je dat? Doe je dat met een vooruitkijkende blik, met een ontwikkelende blik, met een blik op sterktes van iemand? Of kijk je dan terug, wat er meer ouderwetse is? En dat bepaalt dan ook weer hoe een cultuur is en of mensen. En zo zijn er ook heel veel andere dingen die je kunt inbrengen in je organisatie. Is bijvoorbeeld de reden van je bestaan, wat is je purpose? Het is heel erg powerful om iets te hebben waar iedereen zich dan ook achter kan scharen. En
Dat is vaak dan ook een organiserend mechanisme. Wat kan helpen en wat kan dienen in het brengen van die flexibiliteit. Ja, ik vind het grappig wat je zegt van vooruitkijken en terugkijken. Want wat wij daarin zien vanuit ons en met investeren en ondernemerschap, is dat vrouwelijke ondernemers vaker de vraag krijgen waarbij er teruggekeken wordt. Dus wat heb je al bewezen? Wat kan je al laten zien? Hoe kan je mij eigenlijk beloven dat wat jij vertelt, dat jij de juiste persoon bent om te doen? Terwijl het bij mannelijke ondernemers veel vaker naar de toekomst wordt gekeken. Van, dit is je hoe gaan we de volgende stap maken? Hè? Hoe ga je ervoor zorgen dat het ×10, ×20 mm-hmm. gaat worden? Dus daar wordt veel meer naar potentie gekeken. En bij vrouwen veel meer naar preventie. Ja. Je haalt hem zo aan, dus daardoor moet ik eraan denken. Zie jij ook in, we hadden het er net al even over, je hebt wat minder naar ondernemers gekeken, maar wel naar man en vrouw. En eigenlijk zit daar niet echt een verschil in hoe zij... Nou, in het onderzoek wat wij hebben gedaan. In het onderzoek wat jullie hebben gedaan, qua hoe er met onzekerheid wordt omgegaan. Maar hoe zie je dat in bedrijfsculturen of heb je daar een idee over of een zicht op? Nou, ik zie niet echt het verschil in die zin dat het vooruitkijken of het achteruitkijken lastiger is voor mannen of voor vrouwen. Kan ik eerlijk gezegd, het zou er best kunnen zijn. Maar wat ik nog wel veel zie is dat we vaak toch hangen in dat terugkijken. Ja. Want het is ook lastig. We hebben natuurlijk heel lang geleerd op die ouderwetse manier. Je stelt doelen elk jaar en dan ga je daar naartoe werken. En dan kijk je terug wat goed of minder goed is gegaan. De wereld is in een paar maanden tijd enorm veranderd. Dus wat je afspreekt, dan weet je, er zijn zoveel factoren. Ja. En hoe kan je mensen blijven stimuleren te blijven groeien? Want daar gaat het uiteindelijk om. Dus ik denk dat daar nog heel veel slagen moet worden. Ja, en als je dat dan bekijkt inderdaad in de huidige omstandigheden. Dat heeft heel veel opnieuw adaptability, transformaties gevraagd van mensen, van bedrijven. Ja, gigantisch. Ja. De werk-thuis-situatie, kwam een verwatering in. Maar ook gewoon de onzekerheid van de toekomst. Want inderdaad, het verleden geeft houvast. Maar daar bouwen we ook onze toekomst op. Eigenlijk copy-pasten we dat redelijk met een bepaalde gradatie naar boven. Maar dat is nu ontzettend onzeker. Wat merk je daarin? Ja, dat is heel lastig. Wat ik heb gemerkt is dat zorgt voor veel stress. En dat is niet wat ik merk en wat ik zie in de omgeving waarin ik werk. Je leest het ook in de kranten, je leest het ook in het nieuws. Hè. De anxiety gaat door de roof. En ook eigenlijk onder jongeren. Mm-hmm. En dat heeft er waarschijnlijk ook wel mee te maken voor een deel. En dat is een van de suggesties die ik heb gelezen. Zeker onder jongeren. Het moment dat je het ook nog niet hebt gezien voorheen. En je dat nog nooit hebt meegemaakt. Hoe ga je er dan mee om? Ja. En we zijn toch van nature altijd een beetje op zoek naar een beetje zekerheid. En als die zekerheid wegvalt, hoe doe je dat dan? Ja. En waar haal je dan die zekerheid uit? En dat is... dat is iets waar we ook proberen over te schrijven en proberen mee te helpen. Maar het is gewoon een enorm lastige. En ook wij als auteurs van ons eigen boek vinden dat heel lastig. Ja. Want je schrijft over onzekerheid. Als we het dan over onzekerheid hebben. En eerlijk gezegd, ik heb dat ook niet elke dag perfect. En dat is, ik denk dat dat ook de boodschap is. Hè. Het is niet altijd, en dat is met iedereen, en zeker zal dat niet anders worden naar de toekomst. Er is nooit een lineaire lijn naar vooruitgang of naar succes, als je dat belangrijk vindt. Of naar mensen die dingen hebben gedaan, die hebben allemaal, dat is onvermijdelijk. En dat is heel belangrijk. En dat is ook belangrijk om dat te leren. Maar terugkijken nu, dat is denk ik meer iteratief nu aan het worden. Je kan leren over de dingen die je hebt geleerd en... zonder dat het super voorspellend wordt van wat het dan morgen zal zijn. En als het dan morgen, als je je vastpint op, dit is wat ik verwacht en daar moet het zo zijn. En dan heb je een teleurstelling als het anders wordt. Ja. En leren daarmee dus ook om te gaan is een belangrijke. Maar dat is, ik zie het in mijn omgeving enorm lastig, enorm moeilijk. En het beste wat je dan kan doen is mensen daarmee helpen zo goed mogelijk. Ja.
hebben eigenlijk ook allemaal een beetje een confidence boost, een zelfvertrouwen, een extra beetje zelfvertrouwen nodig. En vooral authentiek tijden. Zelfvertrouwen. Ja. Hè? Ik noemde dat voorheen ook authentiek is. Ja. Vooral niet dat je zelfvertrouwen hebt zonder dat er gronden zijn. Kijk, het is niet zo dat je authentiek zelfvertrouwen betekent niet, ik voel me altijd goed. Nee. Dat is heel belangrijk. Ik voel me gewoon oké, dat ik me ook wel eens... Het is ook oké om niet oké te zijn. Ja. Ja. Het is gewoon om oké, het hele spectrum van wat je voelt en wat je ervaart, dat is oké. Dat is oké. Ja. En het is wat we helaas allemaal zien in de media om ons heen. Het lijkt en de selfies die we maken. Het moet allemaal maar perfect zijn. Nou, het is nooit altijd, en dat is mooi. Maar het is ook belangrijk om dan niet te vergeten dat daar heel vaak wat achter zit. Ja. Hè? Dat iedereen gewoon zijn leven is. Het klinkt heel zwaar, het leven is lijden. Net zo goed als dat het leven gezellig is en fun. Ja. En hoort dat er ook bij. Ja. Dus eigenlijk het zelfvertrouwen zonder authenticiteit, dat is misschien dat lineaire stuk. En het authentieke zelfvertrouwen, dan gaan we ook van boven naar beneden en alles erop en aan. Ja, en dat je ook authentiek durft toe te geven van, dat is authentiek zelfvertrouwen ook, van ja, hier ben ik eigenlijk wel onzeker over. Ja. Dan ben ik, zeg ik met zelfvertrouwen dat ik onzeker ben. Ja. En dat ik het antwoord ook niet, wat je ook gaat vragen vandaag, dat ik de antwoord ook niet altijd weet. En dat is oké. Ja, en binnen adaptability zie jij dat authentieke zelfvertrouwen, dat maakt dat je meer adaptable kan zijn. Ja, wat heel belangrijk is om nieuwe dingen te leren, om nieuwe dingen te doen, om te gaan met veranderingen. Authentieke en emotionele flexibiliteit heeft ermee te maken dat je in het moment dat je dus wat gewoon ons lichaam is gewoon prachtig gebouwd. Mm-hmm. Zorgt ervoor dat het een reactie geeft als we in onzekerheid terechtkomen. Dat we daarmee durven om te gaan, dat we daarmee leren om te gaan. En dat helpt ons in die momenten dat we dus nieuwe dingen moeten leren. Maar ook dat we dat kunnen, dat we het een plek kunnen geven. Want als we dat niet doen, wat ik eerder ook aangaf, dan kan je mogelijk, hou jezelf terug, dat is één. Maar je kan ook ziek. Mis je talent dus. Maar je kan er ook ziek worden of je gaat nieuwe uitdagingen. Of je mist kansen. Hè? Ja. Je laat dingen links liggen. Ik heb wel eens, dat vertel ik ook wel eens, ik heb wel eens een contract bijna niet getekend. Ik solliciteerde bij een bedrijf, contract binnengekregen. En toen zei ik tegen mijn man van, nou kijk, ik heb laten zien dat ik binnen kan komen. Mm-hmm. Maar ik ga niet tekenen, ik ga niet beginnen. Want dan weten ze dat ze eigenlijk de verkeerde hebben aangenomen. Want ze hebben niet goed. Dus dat is, en dat is dan onzeker. En op dat moment werd ik een beetje boos op mezelf. Dus ik heb natuurlijk dat wel toen gedaan. Maar dat gebeurt wel hoor. We gaan kansen uit de weg. Omdat we denken dat we dan gaan falen of dat we dat dan niet kunnen. En dus gaat er heel veel talent verloren. En ook wellicht levensgeluk. Dus eigenlijk in die Age of Adaptability, er ligt een rol voor bedrijven om die ruimte te creëren. Om daar een veilige omgeving voor te faciliteren. Maar een grote uiteindelijke uitvoerende rol ligt bij het individu. Ik denk dat het beide is. Amy Edmondson, een bekende professor van Harvard, heeft al eens gezegd, psychological safety and courage are very valuable sides of the very same coin. Dat betekent, die twee horen gaan samen. Ja. Kijk, je kan zelfvertrouwen, die skills die waar wij over schrijven, daar kan je allemaal, die kan je bouwen. En die hebben we vooral hebben ons op het individu gericht om ervoor te zorgen van, joh, soms kom je in een omgeving terecht die je niet altijd kan bepalen, maar dan kan je wel jezelf optimaal voorbereiden om te gaan met die omgeving die soms stressvol is. Maar als je nou die omgeving ook bouwt op een manier waar mensen het best kunnen floreren en tot hun recht kunnen komen, dan kunnen die twee dingen eigenlijk nog meer bereiken. Ja. Er is een hele belangrijke rol om die vaardigheden te bouwen, om te weten dat je jezelf kan empoweren voor organisaties om die ruimte te creëren en voor de maatschappij om het gesprek hierover te voeren. En om oké te worden met juist onzekerheid en het stigma eigenlijk daarover weg te halen. Want dan kan je pas op het moment dat het de olifant in de kamer kan zijn, dan kan je er wat aan doen. Ja. Weet je hoe groot het ding is en wat je daar moet veranderen. Dus dat is eigenlijk de volgende stap in onze adaptatie, in onze Age of Adaptability. Ja. Ja. Dankjewel hiervoor, Jackie. Graag gedaan, bedankt. Succes met de lancering van je Nederlandstalig boek. Dankjewel.